Hierbij open ik deze academische zitting waarin Wilhelmine Willems het academisch proefschrift getiteld Connected at the Joints, Calibrating Knowledge, Morals and Healthcare in het openbaar zal verdedigen. Mag ik u verzoeken een samenvatting te geven van uw proefschrift? Welkom, fijn dat jullie er allemaal zijn. Laat ik in het midden beginnen. Het moment dat ik voor het eerst begreep waar mijn proefschrift eigenlijk over gaat. Of het onderzoek eigenlijk over gaat. Het was april 2016. Ik liep mee met de KNO-arts van de stadspoli. En dan moet je weten, de stadspoli is een van de interventies van de proeftuin Blauwe Zorg die ik bestudeerd heb voor dit onderzoek. De Blauwe Zorg is een proeftuin, een samenwerking van verschillende zorgpartners die samen zorgvernieuwingen bedenken en in de praktijk brengen. De vraagstelling, de zorgkosten reizen de pan uit en we moeten dit zo snel mogelijk oplossen. We moeten zo snel mogelijk met ideeën komen waarop we die zorg duurzamer kunnen maken. En duurzaam betekent dan zoiets als efficiënter en goedkoper, terwijl dat niet ten koste gaat van de kwaliteit en van de toegankelijkheid van zorg. Ja, dit is natuurlijk een onmogelijk puzzel, dat begrijpt iedereen wel. Maar daar ging het niet over. Het ging niet over die puzzel. Ik kreeg een andere puzzel. Want als we dan... Want in die visie zit mogelijk een soort beperkt... In dat idee van die duurzame zorg zit mogelijk een soort beperkte visie op wat goede zorg is. En want als we de zorg echt duurzaam willen maken, dan kunnen we natuurlijk niet voorbij gaan aan wat managers, patiënten en dokters rechtvaardig vinden in de zorg. Nou, de stadspoli is zo'n nieuwe zorgvorm hier in Maastricht, die gericht is op duurzaamheid. Op de stadspoli wordt anderhalve lijnzorg geleverd. En dat is zorg die wordt geleverd door de specialist. En die doet dat zonder dure apparatuur en met slechts zijn ervaring en met zijn kennis. En probeert op die manier patiënten met laag complexe problemen te onderzoeken. En het idee is, dan kan die specialist, die kan dan advies geven aan de huisarts. En dan kan die huisarts daarmee doorgaan. Om een spreekuur te bezoeken, heb je een verwijzing van de huisarts nodig. Maar de stadspoli zelf zijn laagdrempelig. De dokter heeft geen witte jas aan, nou ja, meestal niet. En ze liggen midden in de stadswijken. En de kosten hoeven niet betaald te worden met het eigen risico. Nou, om deze interventie te onderzoeken, ging ik vanaf ongeveer begin 2015 meelopen op de stadspoli. Ik liep mee met specialisten op de stadspoli tijdens een spreekuur. Ik liep met diezelfde specialisten mee in het ziekenhuis, zodat ik het kon vergelijken. Ik liep mee met allerlei huisartsen die naar de stadspoli verwijzen. En ik zat bij vergaderingen waar dokters en managers samen kleine en grote problemen bespraken en die dan vervolgens probeerde op te lossen. En ik doe interviews. Ik doe de hele tijd interviews met iedereen. Ik kijk en ik merk op en dan vraag ik en dan vraag ik nog eens. En ik vraag door en dan komen er allerlei antwoorden. Maar nu zit ik dus bij de KNO-arts, zoals ik al vertelde. Het is een jonge en energieke dokter die graag praat over wat hij doet en waarom hij het zo doet en niet anders. En ergens in de loop van de dag, nadat ik een aantal van zijn consultaties heb gezien, zeg ik tegen hem, goh, ik merk dat jouw consultaties veel langer lijken dan ze zijn. Want ze zijn maar 10 minuten, de consultaties zijn kort. Hoe kan dat nou? Je doet veel meer dan vragen wat de klachten zijn, dan het onderzoek doen met de KNO-unit en dan vervolgens diagnose stellen en bepalen wat de juiste volgende stappen zijn. En toen zei hij, dat kan je trainen. Het is een kwestie van perceptie. Als je mensen bijvoorbeeld hun jas aanneemt, en hij zei dat terwijl hij naar de kapstok wees, waar hij dus de jas dan aannam en ophing. En je zegt, u mag gaan zitten. Dan creëer je daarmee de perceptie dat die patiënten 2 extra minuten hebben. Terwijl die tijdsinvestering maar 15 seconden duurt. Nou, ik vond het wel een interessante opmerking. Want ja, het was me wel opgevallen dat die oogarts heel joviaal was en sympathiek. En dat hij heel goed kon kletsen met iedereen. Maar ja, ik verbaasde me toch over de geraffineerdheid van die
van die kleine toevoegingen aan de consultatie en ook aan de mate waarop dit doordacht was door hem. Het is zelfs zo sterk zelfs dat ik me nog kan herinneren hoe dat gesprek verliep. Ik weet nog wat voor overhemd hij aan had. Ik weet alles nog van dat moment. En wat ik ook nog weet, is de patiënt die erna binnenkwam. Want de patiënt die erna binnenkwam, was een hele schuchtere man. Sociaal onhandig. Hij lag altijd 's nachts wakker omdat zijn neus steeds dicht zat. Hij begreep niet waarom. Hij had al heel lang niet meer goed geslapen. En de KNO-arts slaagde er absoluut niet in om het effect te bereiken wat hij wilde met de vraag stellen en de jas ophangen. Het was zelfs zo, denk ik, dat zijn joviale houding en al die gastvrije gestes misschien net de verkeerde snaar raakte voor deze jongeman die gewoon niet zo handig was, sociaal gezien. Nou goed, nu was het niet zo'n groot probleem, hè. Er kwam een vervolgafspraak en het kwam allemaal goed natuurlijk. Maar dus mijn ogen gingen wel open, want wat ik hiervan leerde is niet zozeer dat die artsen allemaal een cursus gastvrijheid moeten gaan doen bij de hotelschool of zo. Dat is het absoluut niet natuurlijk. Maar wat ik wel zag is dat de meeste dokters heel veel denk- en experimenteerwerk uitvoeren of verzetten om consultaties zo goed mogelijk te laten verlopen. En het goed doen betekent eigenlijk niet dat ze altijd maar die richtlijnen volgen of dat ze de gesprekvaardigheden geleerd tijdens een studie op de juiste wijze gebruiken. Het is eigenlijk een iteratief proces. Een proces waarbij ze dus de problemen die ze in dagelijks werk voortdurend tegenkomen, daar bedenken ze oplossingen voor. En die oplossingen zijn ze voortdurend opnieuw aan het proberen en aanpassen. En ze reflecteren daarop. En gaandeweg ontwikkelen ze routines die ze in het beste geval ook steeds kunnen aanpassen aan de persoon die tegenover hen zit. Nou, dat ging even mis bij die KNO-arts, maar goed. En wat die dokters zoal bedenken, en hier kwam ik achter doordat ik ze met ze daarover ging reflecteren, en hoe ze dit uitvoeren en wat voor soort interacties er ontstaan met de patiënt, heeft in hoge mate te maken met de overtuigingen die patiënt en dokter hebben over wat goede zorg is, over de ervaringen die ze in het verleden hebben opgedaan, als dokter of als patiënt. En ook wat ze daarvan geleerd hebben. En vooral hoe ze dat verleden, hoe ze in het verleden erover dachten, hoe ze in het heden, wat ze doen in het heden en wat ze dus in de toekomst willen gaan doen, voortdurend min of meer consistent op elkaar af willen stemmen. Nou, dit voorbeeld heeft mijn proefschrift niet gehaald. Dat is wel een heel mooi bazaal voorbeeld, maar het had iets te weinig, stelde me iets te weinig over rechtvaardigheid in de zorg. Maar als je dus eenmaal kijkt naar die routines, en je kijkt naar de reeksen van goede en minder goede handelingen en naar de manier waarop patiënten en dokters uitleggen wat ze gedaan hebben of vertellen waarom ze dat zo gedaan hebben, dan kan je veel inzicht krijgen in de creativiteit die dokters hebben in het omgaan met dit soort situaties. En op de stadspoli gaf het me ook, als ik meeliep met vergaderingen, gaf het me ook inzicht in de creativiteit die dokters en managers hebben om zo'n stadspoli goed te managen. En dit kijken naar de praktijk en het reflecteren daarop en vooral op die dagelijkse bezigheden, die bijna vanzelfsprekende handelingen van dokters, dat heet exnovatie. En met exnovatie kan je dus praktijk verbeteren. En je verbetert ze niet door de fouten op te sporen en deze uit de weg te helpen, maar je verbetert ze door juist samen te kijken met de mensen die het uitvoeren, die de zorg verlenen, die de zorg ontvangen, dat je met hen gaat kijken wat er nou juist goed gaat en waarom dat dan goed gaat. Dus hoe, en dat is dan de vraag van mijn proefschrift geweest, hoe bewerkstelligen patiënten en dokters samen goede zorg, of in dit geval rechtvaardige zorg? Nou goed, dus vervolgens ging ik al observerend en continu vragen stellend, dompelde ik mij onder in die stadspoli en in al die praktijken die daaraan verbonden zijn. Ik tekende de routines op, ik reflecteerde erop met de dokters, met de patiënten en ik analyseerde achteraf. En wat bleek nou? Eigenlijk veel van het werk van de routines die ik observeerde zijn gericht op het verbinden van zaken die voorheen niet verbonden zijn. Dat klinkt natuurlijk heel algemeen, maar dit heet articulatiewerk. En dit is heel specifiek met hoe ik dat begrip gebruik. Articuleren kennen we allemaal als het helder uitspreken van woorden. Maar articulatie, articuleren, to articulate, betekent in het Engels ook wat anders.
Als je het woordenboek openslaat, dat is betekenis nummer 3, geloof ik. To articulate betekent to consist of segments connected by joints. Dus uit segmenten bestaan die verbonden worden door gewrichten. Het is dus het dagelijks werk dat nodig is om organisatieprocessen te laten stromen. En heel simpelweg, denk maar aan, als je een vergadering gaat organiseren, dan leg je de agendas bij elkaar. Dan ben je die agendas aan elkaar aan het verbinden. En je zet het juiste meubilair in de ruimte die je daarvoor nodig hebt. Nou goed, dit articulatiewerk dat ik zag, leek hierop. Maar het had een andere aard. Dus het articulatiewerk in de vergaderingen bijvoorbeeld was met name kenniswerk. En dit zijn alle kennishandelingen en kennisinteracties die managers en dokters ondernamen om de kennisverschillen zoveel mogelijk op elkaar af te stemmen. Of in ieder geval voldoende op elkaar af te stemmen. Want wat zag ik nou? Het was zelden zo dat kennisverschillen echt opgelost werden. Er werden andere manieren gevonden om samen te werken, ondanks kennisverschillen. De manager bijvoorbeeld, ik zag dat zij heel handig was in het switchen van de ene kennispraktijk naar de andere. Dus dan was er een meningsverschil tussen huisarts en tussen specialist. En dan wist ze expliciet te maken in de huisartsencontext, ziet dat probleem er zo uit. Maar in de specialistische context ziet dat probleem er zo uit. Dus wat daar gebeurde, is ze losten niet het verschil op, maar ze creëerden een flexibel verbindingspunt. En zo konden de organisatieprocessen weer doorstromen. Een van mijn conclusies in het proefschrift is dan ook, kennisverschillen hoeven niet altijd opgelost te worden om samen te kunnen werken. Koester de verschillen, want deze verschillen vormen een belangrijke bron van creativiteit en flexibiliteit. Juist door het heen en weer gaan tussen problemen, kan je creatief zijn in het zoeken naar oplossingen. In de spreekkamer vond ik een ander soort articulatiewerk. En wat ik hier zag, is dat artsen en patiënten vaak zoeken naar manieren om de verschillende opvattingen over wat goede zorg is, op elkaar af te stemmen. Natuurlijk niet expliciet, het is niet dat de een vertelt wat goede zorg is en die reageert dan op de ander die dat vertelt. Maar door achteraf met ze erover te reflecteren, kwam ik erachter dat sommige patiënten vinden het heel belangrijk dat ze gelijk behandeld worden. Hetzelfde als alle andere patiënten, zelfs al vermoeden ze dat ze bekend zijn aan als een moeilijke patiënt, waarvan het probleem vooral tussen de oren zit. Andere patiënten vinden het juist heel belangrijk dat ze gezien worden als persoon. En met alle onverklaarbare en verklaarbare klachten. En ook nog met alle sociale worstelingen die ze in hun leven doorgaan. En de dokters die ik observeerde, die gaven niet per se altijd de patiënten wat ze wilden, of wat ze dachten dat ze wilden. Maar ook zij vonden samen vaak verbindingspunten, een soort gewrichten, waardoor uiteindelijk de consultaties weer gingen stromen. Nou goed, exnovatie geeft dus veel inzicht in hoe managers, dokters en patiënten samen rechtvaardige zorg bewerkstelligen. Vaak worden dit soort interventies beoordeeld aan de hand van een methode als de 111-methode. En de 111 die meet vooral de uitkomstmaten. Dus dan wordt er naar een interventie gekeken op basis van kosten, wat de kosten, de uitkomst in termen van kosten, kwaliteit van zorg en gezondheid. En mijn boek is eigenlijk een pleidooi om niet alleen naar de uitkomsten te kijken, maar vooral ook naar de processen van moreel articulatiewerk. En juist door daarnaar te kijken en daarop te reflecteren, worden processen zichtbaar die anders onzichtbaar zouden blijven. En die uitermate geschikt zijn om de zorg te innoveren en op nieuwe oplossingen te komen, waardoor die zorg toch duurzamer wordt. Dus in het optekenen van het articulatiewerk kwamen veel kleine, maar toch heel interessante experimenten naar voren. De ene dokter draait zijn monitor om, zodat de patiënt kan meelezen en zo grip krijgt op haar of zijn medische problemen. Of een andere dokter die gebruikte metaforen om het risico van een bepaalde ingreep echt invoelbaar te maken. Dus mijn claim is niet, we moeten het zo doen of we moeten het op die andere manier doen. Geen van deze routines zullen werken in elke omstandigheid. Maar door samen naar te kijken en erop te reflecteren en van elkaar te leren, kunnen dokters met elkaar nieuwe routines van duurzame zorg ontwikkelen. Dat was het. Dank u wel.
Hartelijk dank voor uw presentatie. Kunt u dat microfoon uitzetten? Hoe doe ik dat? Want anders krijgen we een echo. Dankjewel. Hartelijk dank voor de presentatie. De oppositie zal nu worden geopend door Peter Peters. Peter Peters is hoogleraar innovatie van klassieke muziek bij ons aan de Universiteit Maastricht. Geachte promovenda en beste Wilhelmine. Om te beginnen wil ik je feliciteren met een mooi boek. Het heeft een heldere conceptuele structuur. En het biedt door je veldwerk inzichten in het dagelijks leven van medici, staf en patiënten op een stadspolie. En je levert daarmee een waardevolle bijdrage aan de empirische ethiek. Mijn vraag gaat over de manier waarop je met je proefschrift een bijdrage wilt en kunt leveren aan het publieke debat over problemen in de zorg. De stadspolie is een voorbeeld van een innovatie die sommige van die problemen wil aanpakken. En zoals zo vaak met innovaties worden ze gemotiveerd en vergezeld van beloftes. Kennis wordt beter uitgewisseld, patiënten worden vriendelijker behandeld. En dat leverde ook nog eens een kostenbesparing op, omdat zowel patiënt als behandelaar worden verleid om niet meteen de duurste behandelmethode te kiezen. Om vast te stellen of die beloften worden waargemaakt, wordt doorgaans onderzoek ingezet dat zich bedient van een representatief idioom. Kennis representeert een stand van zaken. Een handeling wordt moreel beoordeeld naar de mate waarin die een ideaal representeert. En vanuit je veldwerk betoog je dat de alledaagse praktijk op die stadspolie beter te begrijpen is vanuit het performatieve idioom dat door onder meer Andrew Pickering is ontwikkeld. En zoals je net al zei, hè, bouw je voort op het begrip articulatiewerk en jij bouwt dat uit, hè, naar kenniswerk en rechtvaardigingswerk en op die twee soorten werk richt je je etnografische blik. Deze begrippen vormen, denk ik, de kern van de theoretische opbrengst van je onderzoek. Maar mij interesseren vooral ook de praktische implicaties van deze conceptuele exercitie. Je stelt bijvoorbeeld dat kennisintegratie, de eerste belofte van de stadspolies, kan leiden tot kennisreductie. En gebruikmakend van de centrale metafoor van de gewrichten, betoog je dat juist de heterogeniteit van kennis- en rechtvaardigingspraktijken het mogelijk maakt creatieve oplossingen te bedenken. Zo open je dus een kritisch perspectief op het type onderzoek dat zich bedient van uitkomstmaten. Maar waar je dat performatieve idioom in al zijn empirische rijkheid ontwikkelt, komt de praktische werking van het representatieve idioom, dat ook in het publieke debat over vernieuwingen in de zorg domineert, er wat bekaaid af. En dat roept bij mij twee vragen op. Hoe helpt jouw onderzoek om die dominantie van het representatieve idioom te verklaren? En hoe kun je vanuit het performatieve idioom niet alleen kritische, maar ook een concurrerende bijdrage leveren aan het publieke debat over het succes of falen van een innovatie als de stadspolie? Hooggeleerde opponent, bedankt voor deze vraag. Dat was een mooie samenvatting van mijn proefschrift. En bedankt voor de compliment natuurlijk. U stelt eigenlijk twee vragen. En hoe helpt dit performatieve idioom of succes van dat representatieve idioom te verklaren? Of eigenlijk het uitkomstonderzoek wat voornamelijk gedaan wordt? De tweede vraag is hoe het meer dan een kritische bijdrage kan geven, dus meer een concurrerende bijdrage. Laten we beginnen bij dat eerste. Ik denk inderdaad dat het succes van het representatieve idioom of het soort van uitkomstenonderzoek wat veel gedaan wordt in de gezondheidswetenschappen zeker wel performatief verklaard kan worden. Want het zit er natuurlijk in de praktische kracht van zo'n idioom. Het is heel overzichtelijk. Je kan het heel makkelijk hanteren. Het geeft een mooi schema van de wereld aan de ene kant en de kennis daarover aan de andere kant. En hoe we die wereld kunnen verbeteren aan de hand van de idealen die we nastreven. En daarmee wordt het heel handzaam.
is het makkelijk te vertalen richting beleid. En dit alles gaat natuurlijk veel minder op voor dit werk. Ja, want dit werk is rijk, maar moeilijk te vatten in een A4'tje. Dat is dan natuurlijk ook wat het lastig maakt om echt uit te dokteren wat je hier nou mee kan doen. En dat is dan eigenlijk uw tweede vraag. En dus wat ik heel duidelijk doe in het proefschrift, ik laat zien dat die beloftes en die uitkomstmaten die gebruikt worden, dat die eigenlijk heel veel zaken onzichtbaar maken. Ja, omdat het de werkelijkheid reduceert. En nu heb ik daar op zich niet echt een probleem mee, want ik denk dat elk model wat je kiest natuurlijk meer of mindere mate die werkelijkheid reduceert. En dat doet dit ook. Dat heb ik ook gedaan natuurlijk, hè, want anders past het niet in dit boekje. En dan laat ik dus zien, dan zet ik eigenlijk steeds kanttekeningen bij die trends in de gezondheidszorg die je dus kan terugvinden in zo'n interventie. En dat is dan de kritische bijdrage waar je het over hebt. Die concurrerende bijdrage is er wel degelijk. Ik denk dat in onze focus op richtlijnen, op uitkomstmaten, op bijvoorbeeld in de integrated care, waar een sterke het doel is om die praktijken vooral te integreren, dus één geheel te maken, dat we daarbij vooruit gaan, dat voorbij gaan aan dat heel veel van wat er in de zorg gebeurt, een vaardigheid is. En dat het heel vaak gaat ook over een vaardigheid die je niet kan leren uit een boek. Hè, dus wat ik zie, vooral bij dokters en managers, is dat er heel veel, niet altijd hè, overigens, hè, dus ik heb vooral de dokters of de voorbeelden erbij uitgepikt waar het dus goed gaat, hè, dat dokters een soort voelsprieten ontwikkelen. Hè, van hoe ga ik nou met deze situatie om? Wat is hier aan de hand? En soms gaat het toevallig goed. Hè, soms gaat het goed omdat iemand gewoon heel vaardig is. Hè, en die vaardigheid, die moet je trainen. En dus ik zeg eigenlijk twee dingen. Dat is dan mijn concurrerende bijdrage. Hè, dus als we die zorg echt willen blijven verbeteren, dan moeten we dus blijven kijken naar elkaar en blijven praten met elkaar over wat er gebeurt en hoe iemand dat doet. En dat kan in de meest eigenaardige routines die sommige specialisten hebben, daar weet eigenlijk niemand wat van. En het is ook niet zo dat ik denk dat die allemaal van elkaar overgenomen moeten worden. Maar waarom werkt zoiets nou? He, zo'n oogarts, dat is een voorbeeld dat ik beschrijf in mijn boek. Een oogarts die gewoon met zijn rug naar de patiënt toe zit. Die geeft consultaties waar alle patiënten laaiend over zijn. Terwijl volgens mij leer je dat bij je geneeskundeopleiding. Dat je, hoop ik in ieder geval, dat je niet met je rug naar de patiënt toe moet zitten. Maar blijkbaar soms werkt dat toch heel goed. En waarom is dat dan? Wat doet die arts dan nog meer? Hoe brengt hij eigenlijk zorg tot stand waar iedereen het gevoel heeft van, nou, met deze conclusie kan ik leven. Ik begrijp wat er aan de hand is. En ik begrijp dat er bijvoorbeeld, wat heel vaak het geval is, dat er niks aan gedaan kan worden. Dit lijkt me heel cruciaal om dat te kunnen. En iedereen op zijn eigen manier. Dat is natuurlijk ook met onderwijs geven zo. Dat moet je ook niet doen zoals mensen zeggen dat je het moet doen. Je moet leren hoe dat bij jou past. Maar dat kan je wel beter maken door te kijken en te reflecteren. En te onderzoeken wat er nou goed is aan wat jij of een ander doet. Dus dat zou ik zeggen is de concurrerende bijdrage. Dankjewel voor de vraag. En dankjewel voor het antwoord. Dank u. De oppositie zal worden voortgezet door professor Boening. Professor Boening is hoogleraar ethiek van de gezondheidszorg aan de Radboud Institute for Health Sciences. Dank u wel, mevrouw de voorzitter. Geachte promovenda, ook van mijn kant hartelijke felicitaties met het voltooien van dit proefschrift. Dat is een belangrijke prestatie en het spreekt niet vanzelf dat promovendi de eindstreep halen. Als ze dat doen, dat geeft u in stelling 9 ook terecht aan, dan is het ook niet altijd zonder schade. En ik moet zeggen dat die stelling 9 bij mij wel een snaar heeft geraakt. Dus ik heb erover getwijfeld van moeten we het daar niet over hebben. Uiteindelijk heb ik besloten om dat niet te doen, omdat ik dacht van ik wil het toch ook over de inhoud van het boek hebben. Maar die discussie doen we dan een andere keer, oké? Ik wil mijn vraag toch graag richten op de punten waar ik het meest kritisch over ben. En dan hoop ik maar, ik ben er maar vanuit gegaan, dat ik u vandaag nog één keer de duimschroeven mag aandraaien.
U doet in uw proefschrift een wat mij betreft bewonderenswaardige poging om de lens te richten op de processen van zorgverbetering. Heeft u net al een stuk nader toegelicht. Aandacht voor processen is volgens u belangrijk in plaats of misschien naast aandacht voor uitkomsten. En u gebruikt dan het performatieve idioom, zoals u het noemt, van Pickering, wat net ook al te sprake is gekomen. Het mooie daarvan is dat dat probeert weg te komen van die tweedeling tussen kennis en wereld, waarbij het idee dan is dat kennis een representatie is van de wereld. En die representatie kan meer of minder goed zijn. Maar een van de bijzondere dingen die u in uw proefschrift doet, is dat u dat idioom ook gebruikt voor het domein van de moraal. En dat is tot nu toe, denk ik, minder vaak gebeurd dan op het domein van de kennis en de wetenschap. En daarover zou ik u toch nog eens nader willen ondervragen. En dan begin ik maar met waar u zich nou eigenlijk tegen afzet. Als u zegt van we hebben een performatieve benadering van moraal nodig. U zegt namelijk, onder andere aan het eind van het boek, pagina 140 als u het precies wil weten, dat er over moraal vaak in representatieve termen wordt gedacht. Maar ik vraag me af wat u daarmee bedoelt. Kijk, dat je over kennis als representatie kan denken, dat snap ik. Hè? Kennis is dan iets wat de wereld die er is, iets wat is, moet weerspiegelen of afspiegelen. Maar moraal gaat niet over wat is. Het gaat over wat we zou willen dat er gaat komen, of wat er zou moeten zijn. Dus hoe kun je dan in hemelsnaam praten over moraal als representatie? Kunt u dat eens verder verhelderen? Hooggeleerde opponent, bedankt voor deze mooie vraag. Ik moet zeggen, dit vind ik ook een heel spannend onderdeel van mijn proefschrift. Het is wel, ja, ik denk dat ik hier. Ik was dus met die moraal bezig. Want daar gaat het werk over natuurlijk. We zijn hier bezig met het bestuderen van hoe waarden tot stand komen in die praktijk. En dat blijkt toch anders te zijn dan hoe waarden worden gehanteerd, bijvoorbeeld in het nudging-begrip, waar ik dit dus doe, als ik het dus dat nudging ter discussie stel. En ja, eigenlijk in de meeste theorieën over ethische theorieën. En het verschil, en dat probeer ik met het woord representatie te vangen, is dat het dus een emerging value is. En ik beschrijf dat eigenlijk vooral, ik denk dat het duidelijkst tot uiting komt in, in een consultatie. Waarbij een jonge vrouw naar een reumatoloog gaat. Zij is heel onzeker, heel angstig. Ze denkt dat ze reuma heeft, haar tand had reuma. Ze heeft pijn in haar rug en ze heeft pijn in haar elleboog. En ze wil echt, eigenlijk doorverwezen worden. Ze wil heel graag doorverwezen worden. En zoals heel veel patiënten natuurlijk die op zo'n plek komen. Waar laag complexe problemen behandeld worden. En het is. Dus vaak wordt er dan in de gezondheidswetenschappen of in andere ethische benadering, of in ethische benadering wordt dan gezegd van nou, die patiënt heeft autonomie. En die autonomie die moet op de een of andere manier beschermd worden. Dus die moet, daar moeten we rekening mee houden. We moeten zorgen dat die patiënt zelf besluiten kan nemen. En daarom moet een dokter ook de kennis die de dokter heeft over wat er met die patiënt aan de hand heeft, zoveel mogelijk delen. Je moet uitleggen wat alle mogelijkheden zijn. En dan moet uiteindelijk die patiënt zelf de keuze nemen. Dus dat is een heel duidelijk ideaal. Dat gaat over autonomie. Maar wat ik dus in die consultatie zag eigenlijk, is dat dat die patiënt soort van meegenomen werd in een proces. Ze werd autonoom gemaakt. Nou, subtiel verschil, ben ik het helemaal mee eens. Je ziet dus eigenlijk dat die autonomie tot stand komt in de interactie die de specialist heeft met de patiënt. En dus hebben we gewoon eerst het gesprek, wat is aan de hand, wat voel je, hoe komt dat, wanneer voel je dat, lig je 's nachts wakker, al dit soort vragen. En daarna doet ze het fysieke onderzoek, alles bevoelen, kijken wat de houding is, nou al die dingen. En dan komt er dus gaat de computer open en dan verschijnen er allerlei röntgenfoto's die in het verleden zijn gemaakt. Ik gaf ook een MRI. En dit probleem is al langer gaande natuurlijk. En dan gaat die dokter, die reumatoloog, gaat heel langzaam, stap voor stap naar die foto kijken met de patiënt.
En die zegt, nou, kom even naast me zitten. En je ziet hier die foto. En je ziet hier zitten je gewrichten en daar zitten je botten. En als je reuma zou hebben, of artrose, sorry, daar speelt mijn... dan zie je hier dus, allemaal karteltjes. En dat veroorzaakt die pijn. Maar bij jou zie ik dat helemaal niet. Bij jou is het heel mooi glad en kan alles dus heel mooi en goed bewegen. Nou goed, dit is nog steeds het beschermen van iemands autonomie. Zo kan je dat nog steeds interpreteren. Maar ik zit dus na die consultatie... Zit ik met die patiënt te praten, zegt die patiënt van ja. Nou, dus uiteindelijk, eigenlijk heeft die patiënt aan het einde van die consultatie gezegd van nou, ik hoef eigenlijk niet doorverwezen te worden. Ik wacht wel even, ik heb nu een stop van mijn volleybal en ik zie daarna wel weer. En ik vroeg haar achteraf van hey, hoe kan het nou dat je nou zo uit die consultatie komt en dat het dus allemaal niet nodig is om doorverwezen te worden. En toen zei ze nou, kijk, die huisarts die ik daarover gesproken had, die ging gewoon klik, 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 klik door de foto's en zei je hebt niks aan de hand, ga maar weer naar huis. Maar deze reumatoloog die ging met mij zitten en die zorgde dat ik in staat was om zelf het besluit te nemen. Dit is natuurlijk een doel van de geneeskunde vaak, de shared decision making. Maar het zat voor haar heel erg in niet het leren van het geïnformeerd worden. Het zat veel meer om in het samen kijken naar wat je moet zien om besluit A te nemen en wat je moet zien om besluit B te nemen. En ik kreeg het gevoel van nou, zo komt eigenlijk die autonomie veel meer tot stand dan dat die... beschermd wordt of nou ja, zoiets. En daar zit dus een soort performativiteit in. Autonomie is iets wat je doet. En niet iets waar een consultatie aan moet voldoen. Maar mag ik nog heel even door? Want mijn punt is volgens mij, of ik geloof niet dat we van mening verschillen over dat je autonomie daar gedaan ziet worden. Boven mooie analyses. Maar mijn punt is dat het woord representatie niet passend is om te zeggen van... We hebben het over een opvatting van moraal die idealen stelt. En ervan uitgaat dat we die idealen, dat we wel voldoende ideeën hebben van wat die inhouden. Om ze vervolgens in praktijk te kunnen brengen. Maar dan is het dus eerder zo van dat je in die praktijk iets realiseert. Wat je daarvoor eigenlijk op een bepaalde manier ook al tot je beschikking had. Terwijl als je het bij kennis, de metafoor representatie gebruikt. Dan is die kennis een representatie van iets wat er daarvoor al is. Dus ik vind het echt een parallel suggereren tussen kennis en moraal. En wat een performatieve benadering dan doet, die niet klopt. Ja, dus ik kan hier nog één antwoord op geven. Dus de representatie zit erin, dat is dan de praktijk. Dus niet hoe ik het bestudeerde, maar hoe het dan vaak anders bestudeerd wordt. Dat die praktijk wordt zo gevormd dat hij de idealen representeert. Dus het gaat niet over het representeren van de werkelijkheid. Het gaat over het representeren van, of het richten naar een bepaald ideaal dat we hebben. Of naar een bepaalde waarde die we denken dat goed is. Of een bepaald model van hoe een standaard beeld van hoe zo'n consultatie goed gedaan zou hebben. Dus dat is wel een andere betekenis van representatie. Maar het is nog steeds een soort spiegel van iets. Het is de spiegel van het ideaal. De werkelijkheid moet een soort spiegel van het ideaal worden. Zo bedoel ik dat. Dank u wel. Dank u. Die oppositie zal worden voortgezet door Tamar Sharon. Zij is professor Philosophy, Digitalization and Society. Ik ga door in het Engels. Dear esteemed doctoral candidate, I also congratulate you on this dissertation. This is it's a timely study that seems to deal with a rather dry question, how to assess innovations in the healthcare system, but actually breathes a surprising amount of life into this question, quite simply by taking a different approach to assessment. One that doesn't view healthcare professionals and patients as cogs in a nudging machine, but as intelligent and moral agents who engage with a constantly changing world in creative and reasonable ways. Your thesis makes both a methodological and a theoretical contribution by arguing for the benefits of an exnovative, if I say it correctly, an exnovative approach by actually applying the approach itself and by offering several conceptual innovations such as joints, which I really liked, and broadening out this notion of articulation work to include knowledge and justification work. So congratulations, I really did enjoy reading this. Now, this is a work of empirical ethics.
as you, I would say, as you finally say in the very, very last section of the conclusion, that's where you name it, an attempt to bring together morality, understood here as the tacit and embedded values and moral reasoning that shape the practice of giving and receiving primary care, with the study of ethics. So empirical ethics, in your definition, is about bringing together empirical morality and normative ethics. Empirical ethics, it also has an agenda, right? The way I see it, and I think you see it too, it's a plea actually to redress the balance between morality, understood in this way, and ethics, in a situation in which ethics has received a lot more of the spotlight. And this means that the work of rendering visible tacit morality is crucial, and you did this very well. But for this to be empirical ethics, as you define it, doesn't having brought this morality to the fore then need to inform or shape a normative standpoint? Don't we need to close the loop to make it empirical ethics? What in the end makes a primary care consultation meeting a success or a good one? Now, your study does make normative evaluations. There are important, I think, assumptions about what good primary care is, what successful primary care is, and even now I think I heard, if I followed the Dutch properly, what fair primary care is. And I think these normative evaluations that you make and assumptions are good ones. You show us very nicely what went well in many of these meetings and consultations. And you even came up with new labels to designate good or successful or achieved primary care plus. Sometimes you called, or you used the term fluidity. Sometimes you use the term smoothness. Sometimes you use fluency, as in making organization processes run fluently. Most often you use the term durability, as in durable treatment decisions. Now, as I ramble on a bit, you can see that it's not that easy for me to formulate a concise question about what I'm trying to get at, and that's also because I struggle with this myself, this closing the loop of empirical ethics, which I think many other empirical ethicists probably struggle with too. But I'll try to be dry and concise and narrow. And so my questions would be, can you or we now look backwards and extrapolate and say, in a sentence, why durability, smoothness, or fluidity are good? How would one go on to recognize fluidity, smoothness, or durability in other types of innovative healthcare interventions? And how, dare I ask this question, would we translate these into criteria for ethical assessments of such interventions in the hope of trying to close this loop? Hooggeleerde opponent, dankjewel voor deze vraag. Ik hoop dat het oké is dat ik hem in het Nederlands beantwoord. Although I really feel like answering it in English. It's funny. Yeah, it's like, ja, dus dit heeft ook een beetje te maken met de term, hè? Want ik gebruik inderdaad de term durability. Heel veel. Het is echt een centraal concept in mijn werk. Omdat dat is waar we mee bezig zijn, toch? Die interventie is gericht op het duurzaam maken van de zorg. En maar durability is niet hetzelfde als sustainability. En dus we hebben het in die interventie willen we duurzame zorg. Maar durable care is wel ook duurzaam, maar het is niet sustainable. En dus toen ik allerlei Nederlandse teksten erover ging schrijven, toen kwam ik daar ook achter van, oh ja, dit is heel talig eigenlijk, wat ik hier aan het noemen. Ja, ik snap je vraag heel goed. Ik zat er natuurlijk ook mee tegen het einde van mijn proefschrift, want ik dacht, oh ja, hier ben ik weer bij het begin. Want ik weet nog dat ik gewoon solliciteerde op deze plek, juist omdat ik hiermee zat. Ik was filosoof en politicoloog. En ik wilde begrijpen hoe ik empirisch onderzoek kon doen op een zinnige manier voor de filosofie. En dit was de rode lijn ook eigenlijk voortdurend in mijn onderzoek en in alles wat we hier deden bij FASO, bij de filosofieafdeling. Vandaar dat het me ook niet verbaast dat je deze vraag stelt.
En hier ging het vaak over in de bespreking over het proefschrift. En wat natuurlijk heel belangrijk is en de soort empirische ethiek die ik geprobeerd heb te bedrijven, is dat die context zo verschrikkelijk belangrijk is. Ja, dus het is dan ook heel moeilijk om die vraag te beantwoorden. Dus jij vraagt, why are these examples of good care? Or why are these examples of fair care? How can we recognize this in other situations? And how can we translate these to close the loop of empirical ethics? And how can we do this by being sensitive to the specificities of the context in which this care took place? En daar denk ik dat we toch echt ook weer heel erg zitten bij die consultaties die ik uitgekozen heb. Dat waren voorbeelden van waar het goed ging. Omdat er ruimte was voor diversiteit. Hè, er was geen heel grote... het was absoluut niet statisch. Het was die flexibele omgang met de diversiteit van de praktijk. Met de nieuwe situatie en met de beperkingen van de situatie die vaak heel creatief waren. En het deed recht aan... Of die dokters die er goed in slaagden om die consultatie goed te laten stromen, vloeiend te laten stromen, zoals ik zeg, die deden echt recht aan die patiënt. En soms, maar ook weer niet altijd. Dus ik zou kunnen zeggen, de consultaties die ik gekozen heb, die waren meestal, daar ging het goed, maar dat betekent niet dat ze altijd ethisch verantwoord waren. Je hebt het boek gelezen, een van de consultaties die ik beschrijf, daar is de patiënt heel erg bang om, en dat vertelde ik ook in het leekgepraatje, om niet serieus genomen worden omdat de dokter haar kende, om niet gelijk behandeld te worden. En die specialist die gebruikt eigenlijk een protocol en die legt uit aan die patiënt dat ze het protocol gebruikt, waardoor die patiënt het gevoel heeft, oh ja, ik word gelijk behandeld, dit is hartstikke goed. En maar in de uitleg die de specialist later gaf, zei ze, nou, ik gebruikte dat protocol omdat dit is een type patiënt, dat zie ik ook bij fibromyalgie. Dit type patiënt heeft het nodig dat ik protocollen gebruik. Dus dat doe ik dan, hè, want ze zijn heel perfectionistisch en ze willen overal controle over hebben. En dit, zo kan ik haar helpen, want ik ken haar al en ik weet dat dit gaat werken. En dus eigenlijk is het de vraag of dat wel zo eerlijk is. Hè? Dus wat ik daar eigenlijk gedaan heb, en dit is ook wel een antwoord op je vraag, denk ik. Eigenlijk is het stromen van die consultatie wordt dan het eerste punt op waar ik op gecheckt heb. Hoe komt het nou dat die consultaties stromen? Hoe komt het nou dat die patiënt naar buiten gaat en zegt van, ah, nu heb ik eindelijk een dokter die mij serieus genomen heeft. Ik kan hier wel mee leven met dit probleem. Ik kan weer door en ik ga niet volgende week nog een afspraak maken met een andere specialist. Maar als ik hier echt met een ethische bril naar zou kijken, ik heb ook heel erg getwijfeld over dit voorbeeld of ik het überhaupt moest gebruiken in mijn boek. Want eigenlijk is het ook ergens niet helemaal eerlijk natuurlijk wat daar gebeurt. Als die patiënt zou weten wat daar in die consultatie gebeurde, dan zou ze dus niet zo blij zijn. En dus dit maakt het heel moeilijk voor mij om die to close the loop. Juist omdat die processen zo fluïde zijn. Dus ik ben daar ook niet, ik kan het gewoon zeggen, ik ben daar nog niet in geslaagd. Ik hoop dat ik daar misschien later beter in slaag. Maar wat ik wel heb gedaan, is ik heb gezocht naar binnen deze context, waarbij die duurzaamheid van de zorg zo belangrijk is, de durability van de zorg zo belangrijk is. Is het dus belangrijk dat die processen blijven lopen en dat we dus iets doen met die patiënten die zich zo onbegrepen voelen. En eigenlijk na het verlaten van die consultatie weer naar de volgende dokter willen. Dat is cruciaal om de zorg toegankelijk te houden. Maar en mijn oplossing zoek ik dan vooral in ruimte voor diversiteit. Ruimte om te reflecteren op wat dokters doen en waarom ze dat doen. En wat ze daarvan kunnen leren. Maar ik vind het moeilijk om nu te zeggen van nou, dit zijn de vijf criteria die we mee moeten nemen naar de volgende interventie als we die willen onderzoeken. Daar heb ik dus ook geen antwoord op.
Shoot. I was hoping for an answer. Okay, I don't think it's something we'll solve here, and it didn't have to be solved with your dissertation. It is an open question, but I think it's a serious problem. I just want to comment on this, so thank you for your answer, but I also think that a lot of then the contribution that we might be bringing from empirical ethics, if I think about your book, then it's these are procedural values. They're not content values, and we might want to think about that. So these are really reflections on how a consultation goes and not what is in it or what it results in, maybe. So something to think about. Dank u. De oppositie zal worden voortgezet door Dr. Schulpe. Hij is medisch directeur zorg in ontwikkeling. Beste mevrouw Bovenda, beste Benjamin. Ooit stond ik hier met het proefschrift Joint Consultation. Zelfs die titel lijkt op jouw titel. En dat proefschrift is uiteindelijk de kiem geworden, wat later de Stakspolie is geweest. Blauwe Zorg heb ik ooit verzonnen op een zomervakantie in Frankrijk met een flesje wijn. Dus dit proefschrift kwam heel dichtbij. Het ging een beetje over mij, had ik het gevoel. En dan is het lastig lezen. Zeker. Oké. Dankjewel. Dus het voelt een beetje over mij en dan moet je ook proberen toch nog objectief te lezen en het niet persoonlijk te laten zijn. Dus dat heb ik geprobeerd. En in de loop van dat proefschrift, waar ik overigens met een heel groot deel eens ben dat het een proces van verkennen en een proces van groeien en snel weer leren en aanpassen moet zijn, geef je ook een aantal adviezen aan managers, en dat ben ik. Je zegt van nou, focus je nou niet op die uitkomstmaten. Het is veel te plat om met een vragenlijst de patiëntervaring in kaart te brengen. Doe nou geen uniforme roostering. Dat doet helemaal geen recht aan wat die specialist met die patiënt eventueel nodig heeft. En ben nou eens voorzichtig met die verwijscriteria die zo alles dichttimmeren en suggereren dat dat de juiste joint tussen huisarts en specialist is. Dus je suggereert dat er een aantal dingen misschien wel verbeterd moeten worden. En aan de andere kant zeg je, nou het is juist dat lerende proces bij die adviesraad waar men elkaar vindt, ook al snapt men elkaar niet. Het is juist de connectie die de patiënt en die arts met elkaar probeert te vinden, hè, wat ook een lerend proces is. En dat lerende proces, dat is misschien eigenlijk veel belangrijker om in kaart te brengen dan die uniformiteit en die kaders en noem maar wat op. Maar nou draai ik hem om. Ik ben het volkomen met je eens. Maar heb jij dat lerende proces bij de Stadspolie wel doorlopen? Want een heleboel van de dingen die je als voorbeeld noemt, als zo zou je het misschien niet moeten doen, zijn niet zo. Althans, niet meer zo. En al geruime tijd niet meer zo. We hebben geen uniforme roostering. Er zijn hele andere methodes voor het evalueren van patiëntervaringen gekozen. De verwijscriteria zijn fundamenteel anders van opzet geworden in de loop van de tijd. En ook de specialist die, zoals je schreef, bij afwijking boven het hoofd heeft hangen dat hij wordt verwijderd, is in de bestaansgeschiedenis van de Stadspolie nog nooit voorgekomen dat er ooit iemand is verwijderd. Dus hoogstens gecoacht en met intervisie gekeken, waarom vertoon je dit gedrag? Dus heb jij als onderzoeker ook jezelf wel ondergedompeld in een lerend proces? En heb je daarmee dan nog steeds de juiste conclusies getrokken? Want ik suggereer dat je dat misschien beter had kunnen doen. Zeer geleerde opponent, bedankt voor deze vraag. Ik vind het een eer dat je hier bent, dat u hier bent en dat u het proefschrift gelezen heeft. Want ik heb het voor een groot deel geschreven, ook gebaseerd op alle interessante dingen die ik juist daar geleerd heb over die zaken die u net noemt. Eigenlijk noem ik niet zo heel veel dingen in het proefschrift die niet goed gingen, denk ik. En dus vooral ook ik ga ook de vraag beantwoorden, dat komt ook. Maar bijvoorbeeld, focus niet zo op die uitkomstmaat. Ik probeer in ieder geval te zeggen, focus niet alleen op die uitkomstmaat. Er zijn ook processen gaande die heel interessant zijn.
En eigenlijk heeft u mij daar op het idee gebracht. Hè, die specialisten zijn bezig met een nieuwe zorgvorm ontwikkelen. En die denken daar heel veel over na en die reflecteren daar heel veel over. En die delen dat met mij. Dus ik heb inderdaad mezelf ondergedompeld in het leerproces. Eigenlijk is dat het hele punt ook van de methode die ik gebruikt heb, hè, Exnovatie. Dat gaat echt om niet het leren van dingen die niet goed gaan. Maar juist het leren van dingen die wel goed gaan. Hè, en dat is volgens mij wel heel duidelijk. Probeer ik dat in ieder geval in mijn werk te beschrijven. Van, nou ja, juist door te kijken naar wat goed gaat in die processen, maar ook in die management situaties, kan je erachter komen hoe het komt dat die dingen goed gaan. Hoe komt het toch dat al deze mensen zulke goede zorg bewerkstelligen samen? En dat komt niet alleen maar doordat de kwaliteit, uit de enquêtes blijkt dat de kwaliteit zo goed is, of doordat we achteraf weten dat de gezondheid van deze patiënten niet achteruit gaat. Dus ik zou zeggen, mijn antwoord is ja. Ik heb me ondergedompeld in het leerproces, ik heb mijn oren heel erg opengehouden naar iedereen toe. En ik heb geprobeerd hier zoveel mogelijk een beeld te schetsen wat recht doet aan alles wat ik gehoord heb. En op de verschillende niveaus. En op die manier ook door te reflecteren en te interpreteren daar gevolgen aan te trekken. Ik weet niet of dit ongeveer de vraag beantwoordt. Maar nou ja, ik vind het jammer dat niet helemaal tot zijn recht komt dan in het lezen ervan. Maar De oppositie zal worden voortgezet door professor Rijn de Wilde, emeritus hoogleraar wetenschap en politiek, Universiteit Maastricht. Geachte kandidaat, ik heb uw proefschrift met ontzettend veel plezier gelezen. Maar soms raakte ik ook een beetje in de war. En dat geeft alleen maar aan dat er interessante puzzels in zitten. En dat je ervan kunt leren en dat u weet ook al het leren, het goede leren gaat met horten en stoten. En soms zit je er ook wel eens helemaal naast. Ik vind u een ontzettend fascinerende etnograaf. Die enorm focust op inderdaad op het leggen van verbindingen en hoe subtiel dat soms gaat. En dat je dat eigenlijk heel moeilijk ook kunt categoriseren in een aantal categorieën. Inderdaad, die focus op het voortzetten, om het gesprek gaande te houden. Om de flow erin te houden, vooral in vergaderingen. Hoe belangrijk dat is en hoe moeilijk dat is eigenlijk om dat te doen. En u laat eigenlijk ook zien hoe moeilijk dat is en wat voor technieken ook voorzitters moeten inzetten om het proces gaande te houden en tegelijk de mensen erbij te betrekken. Alle deelnemers het gevoel te geven dat ze serieus worden genomen. En patiënten, dat ze ook het gevoel krijgen dat ze serieus worden genomen. Ik vind dat bewonderenswaardig hoe u dat doet en ook hoe u laat zien wat voor subtiele technieken daar worden ingezet. Maar als filosoof treedt u eigenlijk heel anders naar voren in het boek. Als filosoof treedt u op als iemand die heel erg spits is op demarcaties, op het creëren van grenzen, waar u niet het gesprek eigenlijk aangaat met beleidsonderzoekers, maar naar mijn indruk althans het vrij snel afkapt. Zij tikken maar die boxes aan, staat in een van uw stellingen, en zij stellen zich tevreden met questionnaires. En ik open die zwarte doos, hè, en aan mij ontvouwt zich de realiteit zoals die werkelijk is. Maar dat is natuurlijk een rare paradox. Want tegelijk bepleit u in uw boek een performatieve opvatting van kennis. Dus bent u eigenlijk toch niet verleid door die metafoor, hè, van die black box? Heeft die u niet toch op het verkeerde been gezet? Want u doet natuurlijk veel meer en ook tegelijk veel minder dan de werkelijkheid openleggen. We hebben het ook hier al even over gehad. U neemt eerder foto's dan dat u echt een film creëert, hè, van dit hele proces. Het zijn steeds momenten. Of wat mij ook opvalt is dat, bijvoorbeeld mij fascineert de rol van die voorzitters.
En de gespreksvoerder heeft toch een wat andere rol dan de gesprekspartner. Daar heeft u eigenlijk helemaal geen aandacht voor. Het is vooral they recreate realities. Het is ineens het hele team. En dat die voorzitter een hele specifieke rol heeft en ook hele specifieke technieken toepast. Ja, soms noemt u het wel, maar u focust daar eigenlijk niet op. En dat is geen kritiek op uw werk. Het wil alleen maar zeggen dat uw werk onaf is en dat dat ook weer misschien tot vorm van exnovatie kan leiden. Dat er in uw werk meer dingen zitten dan u zelf misschien ziet. Niet per se missers, maar die dingen die er impliciet in zitten. En dat het gesprek daarop kan voortgaan. Dus als het mogelijk nou is dat we ook zulke studies als van u kunnen lezen als onaf, hè, in de goede zin van het woord. Hè, en soms ook misschien hele andere conclusies kunnen trekken. En dan bent u heus niet de eerste, denk ik, die dat zou overkomen als etnograaf. Zouden we dan eigenlijk helemaal niet af moeten van die metafoor van de black box? En die u toch gebruikt, hè, als een centraal element in dat demarcatiewerk richting beleidsonderzoekers. Alsof beleidsonderzoekers, zou ik zeggen, geen boxen openen, hè, en alleen maar kruisjes op die boxen aanvinken. Terwijl u en andere etnografen dan de werkelijkheid zien zoals die werkelijk is. Nou ja, dat is natuurlijk een beetje een retorische move. En ja, u bent beter dan dat. U laat als etnograaf juist zien, ja, dat eigenlijk het gesprek eerder ophoudt dan dat het verder brengt. Is het misschien niet veel meer zo dat ja, iedere benadering zijn eigen box opent? Als we performatief willen zijn, u heeft een box die u creëert in uw onderzoek, maar beleidsonderzoekers doen dat ook. En ze hebben een bepaalde vraagstelling en daarom een bepaalde questionnaire. Ze weten dat die questionnaire natuurlijk dat ze iets meten en dat het afhankelijk is van het meterinstrument wat ze meten. Ze zijn ook niet gek. En ook zij zullen onmiddellijk met u eens zijn dat zij niet de hele werkelijkheid blootleggen. Dus zou zo'n pragmatische duiding van dat concurrerende onderzoek niet veel beter zijn? En zou u dat als filosoof niet veel meer in lijn brengen met uw houding als etnograaf? Die ik eigenlijk waardeer boven uw houding als filosoof. Hooggeleerde opponent, bedankt voor deze opmerkzaamheid. Zoals eigenlijk uw collega aan uw rechterzijde ook al opmerkte, dit is natuurlijk een enorme spanning tussen het werk van de etnograaf en de filosoof. Dus als je probeert empirisch onderzoek te doen om je filosofische argumentatie te informeren, dan kom je op dit soort problemen. En ik ben het ook volledig eens. De ene benadering maakt het een tot black box en de andere benadering maakt het ander tot black box. En ik heb ook wel geprobeerd om dat soort van in mijn taalgebruik daar dus ook open over te zijn. Dus door te zeggen van, nou ja, we moeten niet alleen, maar we moeten ook. En misschien dat het in de stellingen daar niet helemaal zo subtiel verwoord is, omdat het stellingen zijn. En ik denk dat het allebei belangrijk is. Ik denk alleen dat we nu wel zien dat het de enquêtes, de tevredenheidsenquêtes, wel heel leidend zijn in hoe we zorg organiseren of in hoe we zorg bestuderen. En ik denk dat daar zeker grote nadelen aan zitten. Waar ik ook wel gefascineerd door ben, het zijn snapshots eigenlijk, foto's van die stadspolie en die beschrijf ik. Dat is waar, dat doe ik, dat is precies wat ik doe. Het zijn eigenlijk thick descriptions van momenten die ik daar geobserveerd heb. En ik geloof dat juist ook die momenten juist kunnen helpen om ook filosofisch na te denken over die praktijk. Ja, want die laten eigenlijk zien, het zijn eigenlijk kleine falsificaties of zo. En ze laten eigenlijk zien waar de trends of de modellen of de benadering of de idealen tekortschieten. En van daaruit, dat geeft weer aanleiding om misschien iets filosofischer na te denken over wat we kunnen doen om die zorg beter te maken of duurzamer te maken. En dit is zeker geen klassieke filosofische benadering. Ik ben echt de eerste om dat toe te geven. En ik herken mij ook heel erg dat ik niet heel erg met demarcatie bezig ben. Dus ik zal me ook eerder wat dat betreft identificeren als etnograaf dan als filosoof. Omdat ik denk dat het
tekort doet aan heel veel praktijken. Ik zeg ook ergens in mijn boek die de metafoor van de grens, de geografische metafoor van de grens, die werkt niet altijd zo goed. En ik denk dat filosofen dat ook wel eens over na kunnen gaan denken. Dat het niet altijd over die grenzen hoeft te zijn. Dat we ook op andere manieren kunnen kijken hoe we samen kunnen werken met andere disciplines. En hoe dat productief... de zin nog afmaken? Of, En dat filosofen daar dus heel veel van kunnen leren. Van een andere metafoor. En meer een soort van medische metafoor zoals de gewricht. De gewrichten. Okay. Willemine Willems. De gelegenheid voor het verdedigen van uw proefschrift is voorbij. De promotiecommissie zal zich nu voor beraad terugtrekken. Ik verzoek u en uw gezelschap onze terugkomst en de uitslag van dit beraad in deze zaal af te wachten.
wel plaatsnemen. Willemine Willems, de commissie hier aanwezig heeft zich beraden over de kwaliteit van uw proefschrift en de wijze waarop u dat proefschrift heeft verdedigd. Op grond van haar positief oordeel en gelet op de examens die u vroeger heeft afgelegd, heeft zij besloten om u het gevraagde doctoraat toe te kennen. De hoogleraar professor Zwierstra is gemachtigd om u het op de gebruikelijke wijze met deze waardigheid te begeleiden. Het woord is aan uw promotor. Belooft u dat u altijd volgens de beginselen van wetenschappelijke integriteit te werk zult gaan. Eerlijk en zorgvuldig, transparant, onafhankelijk en verantwoordelijk? Ja. Krachtens de bevoegdheid ons door de wet toegekend, volgens het besluit van de commissie hier tegenwoordig, verklaar ik hierbij u, Willemine Louise Willems, tot dokter te bevorderen en u alle rechten te verlenen die daaraan volgens de wet en gewoonte zijn verbonden. Ten bewijze hiervan overhandig ik u nu de bul door rector, secretaris en overige leden van de promotiecommissie ondertekend en met het groot zegel van de universiteit bevestigd. Hallo? Ja, nee. Testing 1-2. De laudatio, Willemine. Dokter Willems. Beste Willemine. Dat heb je heel goed gedaan. Niet alleen de verdediging zo net, maar het hele promotieonderzoek. Ten eerste is het al een geweldige prestatie dat we hier nu staan. Want mens, wat heb jij onderweg een boel op je bord te verstouwen gekregen. Wie ooit heeft bedacht om jonge mensen op het drukste kruispunt van hun leven ook nog een proefschrift te laten schrijven, moet worden gekielhaald. Naast je onderzoek heb je Thiago en Oscar gekregen en opgevoed. Heb je met een partner uitgevogeld hoe een gezin te runnen, hoe taken eerlijk te verdelen en hoe werk en privé met elkaar te verzoenen. Je bent 2 keer verhuisd, je hebt 1 keer een huis gekocht, je hebt een nieuwe baan gezocht, gekregen en die doe je nu. En als klap op de vuurpijl kwam er ook nog eens een corona-epidemie overheen die Philippe het werken onmogelijk maakte met alle extra zorgen van dien. Dat is veel voor 1 mens. Dat is te veel. Het liep je dan ook af en toe stevig over de schoenen. En er is onderweg heel wat afgezucht, afgesteund en ja, ook wel eens afgehuild. Maar waar vele anderen het bijltje er al lang bij neer zouden hebben gegooid, is daar bij jou nooit sprake van geweest. En wij als begeleiders hebben ons over van alles en nog wat zorgen gemaakt, maar nooit dat je het op zou geven. Want Willemine, wat ben jij een ongelofelijke doorzetter.
Wat ben jij sterk. Ik denk dat, behalve je karakter en de steun en liefde van je naaste, nog twee dingen je hebben geholpen het vol te houden. Ten eerste een gevoel van verplichting naar al die mensen die jou hebben laten meekijken met hoe ze dingen deden. Etnografisch veldwerk, zegt Jessica, werkt alleen als je je weet te verbinden met mensen, zodat die zich ook laten onderzoeken. En het is echt jouw bijzondere kwaliteit dat je die verbinding steeds tot stand hebt weten te brengen. En dat dan ook nog bij zo'n diverse groep, niet alleen bij artsen, maar ook patiënten en managers. Je bent echt, en ik citeer weer Jessica hier, maar ook de commissieleden waren het hier unaniem over eens, een heel goede, begaafde etnograaf. En alleen al om die mensen en het project van de blauwe zorg niet in de steek te laten, moest het project af. Je bent dus een goede etnograaf, maar daar wil ik dan op mijn beurt aan toevoegen, je bent ook een heel goede filosoof. En dat brengt me bij het tweede ding dat je overeind heeft gehouden. Je bent heel ambitieus en wel op de goede manier en om de goede redenen. Niet om omhoog te klauwen, maar omdat de filosofie jou echt te harte gaat. Je hebt nooit compromissen aan de kwaliteit van je proefschrift willen doen. En ook dat verklaart je doorzettingsvermogen. Want jij had een missie vanaf het begin. Jouw ambitie was om ethiek en STS, grote theorie en minutieuze waarneming, beoordelen en beschrijven, op een nieuwe manier bij elkaar te brengen, ze met elkaar te verzoenen en beide op een hoger plan te tillen onder de noemer van een empirische ethiek. En je bent daar heel ver in gekomen. Er zijn nog wel wat loose ends, hebben we net gezien. Maar je hebt juist om die reden een belangrijk boek geschreven. En dat jij dat boek kon schrijven, komt omdat jij in je persoon heel verschillende tegenstrijdige kwaliteiten verenigt die voor dat empirisch-ethische project nodig zijn. Je bent theoretisch sterk, maar je bent ook heel creatief. Je bent analytisch en diepgravend, maar ook heel concreet. We gaan met mensen aards. En laten we het niet vergeten, je bent ook een heel goed stylist. Jouw stukken lezen was vaak een bron van plezier voor al je begeleiders. Dat brengt me op mijn laatste punt, onze samenwerking. Het mogen begeleiden van promovendi is, als het goed is, een van de hoogtepunten van het academische bestaan. En bij jou was het goed. En dat is aan jou te danken. Want niet alleen begeleiden is een kunst, ook begeleid worden is een kunst. En jij beheerst die. Jij staat sterk genoeg in je eigen schoenen om anderen in hun kracht te zien. Om van hen te leren wat je van hen kunt leren, om vervolgens je eigen weg te gaan. Je bent moedig genoeg om angsten en zorgen te delen, om gewoon op de deur te kloppen als je hulp nodig hebt. Je bent spontaan. Je hoeft er nooit te gissen, want als persoon ben je een open boek. Gaat het goed? Dan ben jij het zonnetje in huis. Er zijn weinig mensen die zo goed kunnen lachen als jij. En gaat het minder? Ja, dan wordt er soms een traan weggepinkt. En daarna pak je de draad weer op en ga je verder waar je gebleven was. Wilhelmine, Philip... Oh nee, Wilhelmine. Philip, Jessica en ik hebben van je geleerd, maar we hebben ook van je genoten. Terug en vooruitkijkend zou ik haast zeggen, ga zo door. Maar dat zeg ik niet. Want als de afgelopen jaren één ding duidelijk hebben gemaakt, dan is het wel dat doorgaan toch wel iets is wat je doet. Daarom volsta ik ermee om jou, mede namens Philip en Jessica, alleen maar
heel veel plezier en ook heel veel succes te wensen met je verdere loopbaan. Dr. Willems, klinkt goed, hè? Dr. Willems, namens de Universiteit Maastricht feliciteren we u met uw behaalde dokterstitel. En wij mogen nu naar de trap om foto's met u te maken. En de gezelschap graag naar de refter, daar hebben we dan een receptie. Gefeliciteerd, heel goed gedaan. Dankjewel. Weet ik ook niet. Volgens mij niet. Nee? Oké. Dacht ik. Hier, dit.